gelijk gespeeld tegen FC Dordrecht. De eindstand was 2-2. Miele Kristev en Gerard Wiekens deden voor het eerst weer mee na blessures. En Wiekens leek 10 minuten voor het eind zelfs matchwinner te worden door de 2-1 te maken. Maar in de slotfase maakte Dordrecht toch nog gelijk. Dordrecht is een van de concurrenten als het gaat om een play-off plaats. Dordrecht staat 9e en Veendam 2 plaatsen daaronder. Maar Veendam begon het beste aan de wedstrijd. Na 8 minuten een vlotte combinatie en de afronding is van Maarten Woudenberg. Goeie start dus voor Veendam in Dordrecht. Maar Dordrecht is een goede ploeg. En bijna al snel op 1-1. De poging is van Brian Pinas. Seintje had veel problemen met de linkeraanvallen. Dan even later het schot van Van der Sloot op de lat via de vingertoppen van Dieter Wieg. En Dordrecht bleef doorgaan. Voorzet van Pinas, wat aarzelend optreden van Dieter Wieg. En opnieuw komt dan die bal in het 16 meter gebied. Koster met de overtreding op Van Muijen. Maar Hoopman, de scheidsrechter, legt de bal buiten het 16 meter gebied. Maar wel gevaar, schot van Van der Velde. En we zullen nooit weten of die bal achter de lijn was. Dan opnieuw Dordrecht met Pinas. En de bal die komt dan uiteindelijk terecht bij Van der Sloot. Staat helemaal vrij. Omspeelt Woudenberg. En zodoende dus na ruim een half uur spelen 1-1. Van der Sloot voor de rest van dit seizoen gehuurd van de Graafschap. Dan na 10 minuten spelen in de tweede helft. Schaken weggestuurd. Maar geen goede afronding. En dan een belangrijk moment. De rentree van Gerard Wiekens komt in het veld voor Miele Kristev. Dan ook een penalty situatie voor Veendam. Maar opnieuw legt Hoopman de bal buiten de 16. Maar het levert wel een doelpunt op bij de tweede paal. Koster. En dan, daar is hij. Net in het veld. Gerard Wiekens. Zijn eerste minuten en ook zijn eerste goal dit seizoen voor BV Veendam. Veendam lijkt dan de serie van 4 belangrijke wedstrijden te beginnen met een overwinning. Maar dat lukt niet. 2 minuten voor tijd. Het schot van Kalisse. Hij zorgt voor de gelijkmaker. 2-2.